Ja, dankjewel Erik. Ik ga laten zien wat de proeftuin tot nu toe heeft opgeleverd. De eerste successen. En de successen zijn eigenlijk zijn voortgekomen uit de mentaliteit binnen de proeftuin. En die mentaliteit was sterk gericht op van, we gaan het gewoon doen. En dat betekent out of the box en buiten de lijnen kleuren. Niet doen, zeg maar, niet kijken van wat allemaal niet kan. Want dit vind ik een heel mooi lijstje van Erik Schut en Frank Eikenaar, IBMG. Van waarom kunnen we nou in 2020 nog niet tot uitkomstenbegroting komen? Omdat dit allemaal nog niet geregeld is. En ik haal er twee dingen uit. Enerzijds zeg maar die indicatoren. Eigenlijk de maat voor kwaliteit. Kan je kwaliteit meten? Ja, natuurlijk kan je kwaliteit wel meten. Maar misschien niet met de indicatoren die we nu hebben. Daar moet je wat anders voor gaan verzinnen. Het tweede gaat over ICT. Ook altijd het perfecte excuus om iets niet te doen. De ICT is nog niet geregeld, dus we doen het niet. Ook dat kan anders. En als ik dan ga kijken naar hoe we het hebben ingericht, Erik noemde al een drietal aspecten uit Accountable Care. In Accountable Care denken zijn drie pijlers. Het eerste is accountability, en dat wil niet meer zeggen dat je de patiënt en de professional zeg maar in de regie geeft. Dat is zorg, de relatie tussen een professional en een patiënt. Meer is het niet. En daartussen zit gedrag, en dat gedrag wil je optimaliseren. Dus wat je moet doen is zorgen dat je prikkels inbouwt om het gedrag te optimaliseren. Zoals we het nu hebben geregeld, hoog over financiering van macro naar micro en hoog over richtlijnen die op populatieniveau wel kloppen, maar bij de individuele patiënt lang niet altijd waar hoeven te zijn, krijg je suboptimale uitkomsten in deze relatie. Bovendien is er geen valide koppeling tussen kwaliteit en bekostiging. Er zijn een heleboel indicatoren, maar die zijn methodologisch volstrekt niet geschikt om kwaliteit te meten. En het enige wat we doen is meer indicatoren verzinnen in de hoop dat we meer planning en controle krijgen. Maar het kan ook anders. En dat is wat we in Leiden nu aan het inrichten zijn. En dat anders is eigenlijk dat we zeggen, als we die patiënt en die professional in de lead willen zetten, dan moeten we het tweede accountable care principe inrichten. Dat is performance measurement. Meten wat je doet. En dat meten wat je doet, dat heeft een kenmerk dat je uit die hele relatie alle informatie gaat trekken. En niet om, zoals nu vaak gebeurt, om alleen maar benchmarklijst te maken. Nee, je wil gedrag veranderen. Dus je moet stuurinformatie aan die patiënt en professional kunnen geven op het moment van keuzes. Als iemand zeg maar in een spreekkamer zit, moet je dan de juiste informatie hebben om de beste keuze te kunnen maken. Dat is beslisondersteuning. Dat is niet van u moet dit. Nee, help patiënt en professional bij het maken van die keuzes. Wat je ook kunt doen, dat is die betaler die nu zeg maar vanuit macroniveau stuurt, eigenlijk geven die een rol van borging. Die borgt het hele proces, maar die kan het proces alleen maar borgen als ook die betaler de juiste informatie krijgt. En wat een groot verschil is, hier zit één set indicatoren die gebruikt wordt of misbruikt wordt voor allerlei doeleinden. Nee, hier heb je snel informatie nodig gericht op de individuele patiënt en wat er precies aan de hand is. Hier heb je hele andere informatie nodig. Dus trek eens eerst die sets uit elkaar, dan weet je tenminste waar je over praat. Dit moet snel, dit kan best wel wat langzamer dan dit, maar dit kan nog veel sneller dan nu bijvoorbeeld een ziekenhuis die een jaar na dato misschien zijn DBC's oplevert. Daar kan je niet op sturen. Dus die zorgverzekeraar hier, die moet ook sneller informatie krijgen met een hogere informatieinhoud om die rol van die zorgverzekeraar in te vullen. Dus naar Chris, ja, je kan kwaliteit meten, maar je moet het wel anders doen dan nu. En als je dan naar het tweede probleem gaat, dan wordt gezegd van ja, we kunnen niet meten, want we hebben geen gedeelde ICT. Nou, ik zal u vertellen, we hebben geen gedeelde ICT nodig. Niet alle systemen hoeven met elkaar te kunnen praten. Niet alle systemen moeten op elkaar aangesloten worden. De LSP-gedachte die daaronder ligt, waar we nu ondertussen zo'n 450 miljoen euro in hebben gestopt, is misschien toch een beetje een dwaalspoor. En dan praat ik een understatement. Want je hoeft de systemen niet te koppelen. Dat gaat je waarschijnlijk nooit lukken. Maar in alle systemen zit data. En die data kan je eruit trekken. En die data kan je standaardiseren. En die data kan je samenbrengen. En dan heb je gedeelde data waarbij je wel kunt communiceren.
En dit is dus zeg maar een stap out of the box. Dit is een oud plaatje van me, waar we ooit, toen was er een, zeg maar, door Pharma Partners, die hier ook in de zaal zit, een systeem gemaakt dat voor collectie en aggregatie was, eigenlijk om uit alle huizen als apotheeksystemen informatie te trekken om indicatorenlijstjes te maken. Leuk. Maar ik zeg van, hé, waarom gebruiken we dat nou niet om terug te geven aan die patiënt en die professional? Want als we die data toch bij elkaar brengen, we kunnen het op een grote hoop gooien en een lijst van maken, maar we kunnen het ook terugploegen naar die individuele patiënt in een bepaalde situatie. En dat is wat we nu gerealiseerd hebben. En eigenlijk is het verschrikkelijk simpel te realiseren, omdat het al bestond. Het bestond alleen niet, zeg maar, in de zorgwereld direct, maar het bestond in de academische wereld, waar epidemiologen patiënten 20, 30 jaar lang volgen, bijvoorbeeld op zoek naar die zeldzame bijwerking, op zoek naar die zeldzame aandoening. En die mensen hadden er gewoon mee te maken dat alle informatie in die systemen, gestructureerd en ongestructureerde data in zo'n systeem, daar zat van alles in. Stukjes tekst, stukjes code, stukjes oude code, want codestelsels, als we gaan standaardiseren, als die er eenmaal is, dan wordt die weer veranderd. Daar werkten zij al jarenlang mee en zij kunnen alle data van patiënten, kunnen ze de ruwe data opwerken tot schone data, tot informatie. En dat doen ze door, zeg maar, door de boel door een wasmachine te halen. Ik noem het altijd de voor- en de hoofdwas. En op dat moment krijg je schone dossiers. Als je die dossiers ook nog koppelt met de dossiers van anderen, ook weer de ruwe data uit andere systemen trekken, en je mengt dat, dan werd dat in de grote ton gestopt en daar werd dan onderzoek mee gedaan. Nou, hier ook weer diezelfde gedachte. Geef het nou terug op het niveau van die individuele zorgverlener en individuele patiënt. Dit is niks nieuws, dit bestaat al. En dit kan dus nu ook. En dat hebben we dus ook gedaan. En dit is het plaatje zoals het nu werkt. De zorgverleners worden leeggetrokken. Dat wordt geëncrypt. Dat gaat in, zeg maar, een specifiek data warehouse. Dan worden er allerlei andere zaken aan gekoppeld. Bijvoorbeeld CBS-data over demografie, sterftecijfers, kankerregistratie. Alles wat bijvoorbeeld bij die huisarts of die apotheek of het ziekenhuis nog niet erin zit. Trek je van derde eruit. En je brengt het samen, je haalt het door die voor- en die hoofdwas. En dan kan je dus, zeg maar, bijvoorbeeld richting zorgverzekeraars, kan je nog steeds impactrapporten maken. Je kan op praktijkniveau kan je aangeven van, hey, hoe gaat het met jou? Maar je kan ook op individueel patiëntniveau kan je zaken terug gaan geven. En dit is er helemaal. En hetgene wat we nu nog aan het doen zijn, is het teruggeven aan zowel de zorgprofessional als de patiënt. En hoe we dat terug gaan geven, zijn we nu, zeg maar, zijn we nu uit aan het rollen in onze eerste interventies. Allemaal bestaande technologie, niks nieuws. Want wat wij nu op het ogenblik aan het doen zijn, zijn de data uit de huisartsensystemen, de openbare apotheken, de ziekenhuisapotheken, de eerste lijnslabs, alles brengen we bij elkaar op het niveau van de individuele patiënt. Die gaat door die wasmachine. En daar komt dus uiteindelijk komt daar een persoonlijk gezondheidsdossier uit, actueel. En dat is iets wat, zeg maar, op dit ogenblik iedereen zou willen hebben. Want daar kan je op basis daarvan, is de basis voor vervolgstappen, zeg maar, voor die zorginformatie. En om een indruk te geven, zo'n gemiddeld, zeg maar, patiëntendossier uit al die bronnen, dat zijn 2 pakken printerpapier, coreutin bedrukt. Dus dat is zo'n pak papier vol met data die binnen 2 seconden wordt geconstrueerd tot iets dat uit zou kunnen zien als wat ik hier, en dat ik bewust heb hem even vaag gehouden, want dit zijn echte patiënten. Wat je hier ziet is bijvoorbeeld de complete episode probleemlijst van de huisarts, gecombineerd met alle open DOTS en DBC's van het ziekenhuis. We hebben de complete medicatie van zowel eerste als tweede lijn, ongeacht van welke apotheek dat is. We kunnen alle labwaarden uit alle clean labs kunnen we bij elkaar gaan brengen. En dat geeft je dus de mogelijkheid om op basis van daar ook, zeg maar, therapieën optimaliseren, te kijken wat wel werkt, wat niet werkt. Maar wat het vooral dus doet, is het opheffen van informatieasymmetrie tussen zorgprofessionals onderling. Want als ik een leider, bijvoorbeeld de huisarts en de specialisten bij elkaar zet, die zeggen altijd, ik weet helemaal niet wat jij doet. In Bernhoven is dat misschien wat beter. Maar op de meeste plekken, ze zeggen, we weten helemaal niet van elkaar wat we doen. Maar ook de informatieasymmetrie tussen patiënt en zorgprofessional. We gaan ze dit nooit op deze manier teruggeven. Ja, misschien ook wel voor de liefhebber. Maar dit is opgebouwd uit
gigantisch veel informatie die we op alle mogelijke manieren kunnen gaan presenteren. En wat we nu dus vooral ook aan het doen zijn, is bijvoorbeeld met patiëntenorganisaties praten en met zorgprofessionals, huisartsen, apotheken, specialisten. Hoe willen jullie dit terugzien? Wat willen jullie terugzien? Op welk moment willen jullie dat terugzien? Want kijk, een van de dingen die bijvoorbeeld patiënten, we zouden op basis van wat u net zag, dit soort patiënten-dashboards kunnen gaan maken, waar we zeggen van, hey, waar zit u nu? Hoe zit u op uw streefwaarde? En eigenlijk is dit nog niet interessant, want dit geeft alleen een statisch beeld van hoe zit je in je streefwaarde. Maar je kan bijvoorbeeld risicocalculatoren onderzetten, waar je zegt van, oké, ja, nou, uw cholesterol, dat ziet er best goed uit. Volgens de standaard zit u er wel boven, maar als u van 6 kwam, dan gaat u nooit onder de 2,5 komen. En dat is bijvoorbeeld zo'n rare indicator. Onder de 2,5 is goed, boven de 2,5 is slecht. Dat zegt helemaal niks. Als iemand van 6 komt en die zit op 3, dat is geweldig. Dan heb je zeg maar 60% risicoreductie, absoluut. Maar dan kan je zeggen van, nou gaat die patiënt, oh ja, nou misschien moet ik mijn pillen wat beter gaan slikken. Of is deze patiënt wel helemaal niet gevoelig voor zijn pillen en zegt, gaat hij maar vooral stoppen met die pillen. Misschien moet hij wel wat gaan afvallen. En op basis daarvan kan je dus zeg maar ook patiënt meenemen in die beslisvorming. Wat we hier laten zien, heeft de minister vorig jaar in de Kamerbrief e-health and innovation aangegeven, dit is wat we willen hebben. Toen heeft ze gezegd, we willen 80% van de chronische patiënten, willen we binnen 5 jaar, willen we dat ze hun eigen dossier kunnen hebben. Nou ja, wij kunnen het nu. Wij kunnen het en we kunnen het groot en breed. Want wat we nu eigenlijk als eerste resultaat van onze proeftuin hebben, is dat we dus van ruwe data, ongeacht waar ze vandaan komen, uit die behandelrelatie kunnen we persoonlijke gezondheidsdossiers maken. En de NPCF was reuze enthousiast. Die zei, hey, daar moeten jullie een nutsvoorziening van maken. En dat was precies de hamer, zeg maar, bovenop die spijker. Want dit moet inderdaad een nutsvoorziening worden, waarbij je dus die informatie als een soort waterleiding, zeg maar, gezondheidsstroom, daar kunt laten landen waar die nodig is om de juiste dingen te doen binnen de zorg. We kunnen op basis hiervan nu ook, zeg maar, stuurinformatie voor professionals en patiënten teruggeven, zodat professionals en patiënten betere beslissingen kunnen nemen. En tenslotte, naar die verzekeraar toe, die heeft veel betere informatie nodig dan dat ze nu hebben als het gaat om beoordeling van, zeg maar, effectieve zorg, doelmatige zorg, kosteneffectieve zorg. Op het ogenblik, en daar geef ik Chris gelijk, en op het ogenblik is het alleen maar P-Q, maar dat ligt eraan, omdat eigenlijk de informatiestroom vanuit de zorg ook alleen maar gaat over prijs en volume, dus dan kan je ook geen ander oordeel geven. Het moet gaan over kwaliteit. En dat kan als je hier geaggregeerde informatie over bijvoorbeeld een huisartspraktijk, een apotheek of een zorggroep gaat neerzetten. Ik ga naar mijn afronding toe, mijn laatste twee sheets. We kunnen nu persoonlijke gezondheidsdossiers bij. Dat kan onafhankelijk van welk zorgsysteem, welk apotheekinformatiesysteem, huisartsinformatiesysteem, ziekenhuisinformatiesysteem, kan dat. Het gebeurt niet al omdat die data uit al die systemen eruit getrokken kan worden. Het kan ook LSP onafhankelijk. Dat was voor VWS, laten we zeggen, toen we dit kwamen vertellen, dat was een gemengd, het werd gemengd ontvangen. Ja, wat prachtig dat jullie dossiers kunnen maken. Oeps, jullie hebben geen LSP nodig. Hoe vertel ik dat mijn baas? Daar zal ik zo op terugkomen. Want ja, ook juridisch en privacy-technisch kan dit en mag dit. Maar er zitten wel een aantal opmerkingen bij. Dat wordt ook mijn laatste sheet. We kunnen dus nu, en omdat het alleen maar bestaande technologie is en bestaande technieken, kan het snel, kan het schaalbaar en kan het ook vooral heel goedkoop. En eigenlijk kom ik meteen, zeg maar, op die laatste vraag aan. Ja, we hebben nu de techniek opgelost. Maar nu komt de vraag van, is dit een doos van Pandora of is dit, zeg maar, een zegen voor de gezondheidszorg en gaan we hier goede dingen mee doen? Natuurlijk hebben we hier vanaf het begin privacyjuristen ook naar laten kijken en hebben advies gevraagd. Ja, dit kan. In de huidige wetgeving is dit een verlengde armconstructie, waarvan in feite de huisarts zou, zeg maar, die 2 pakken printerpapier bij al die zorgverleners ook kunnen opvragen en op basis daarvan gaan zitten puzzelen. Alleen op deze manier gaat het een stuk sneller. Het eerste wat wij daarna ook gedaan hebben, is naar patiëntenorganisaties gaan, naar zorgbelang, naar NPCF en hebben gezegd, wat vinden jullie hiervan? Willen jullie dit? Want dit is natuurlijk iets, die data, die komt uit systemen van zorgverleners.
Maar over wie gaat het? Het gaat over de patiënt. Het gaat over de consument. Die moet beslissen wat ermee gebeurt. Dus in ons traject hebben we ook van het begin af gezegd, de patiënt is de projectleider als het gaat om het vrijgeven van deze informatie. De patiënt moet aangeven wie toegang krijgt tot welke data met welke doelbinding. Want dat zijn de voorwaarden. Kijk, de techniek is eenvoudig. We hebben altijd makkelijk praten achteraf. Maar de governance, de inrichting, dat zijn zaken waar we heel goed over na moeten gaan denken om dit te gaan doen. We zien dit dus zeg maar ook als ons eerste succes. Of het groot of klein, dat weet ik niet. Dat is aan jullie om te oordelen. Maar dit is het begin van wat we gaan doen in de proeftuin. Want nu gaan we het pas in de praktijk toepassen. Mijn verhaal tot nu toe.